Jan, heel klein, zielig mannetje, zit in de kroeg. In een hoekje, helemaal alleen. En een paar van die grote, breedgeschouderde jongens, die zeggen, zullen we Jan even te pakken nemen? En ze lopen naar die tafel toe waar Jan zit, gaan er zo breedgeschouderd doorheen staan. En die grootste, die zegt, en Jan, wat heb ik gehoord? Heb jij zo'n kleintje? En Jan kijkt op en zegt, dat vind ik niet leuk dat je vrouw bent. Nou, zoals jullie, de meeste van jullie wel weten, hebben wij ook iets met paarden. En dat is zeker in mijn leven een kentering geweest. Nou, kentering is voor mij een... Ik heb even oppassen. Een hele belangrijke naam. Die heb ik niet zelf bedacht. Dat is Klaas Busker geweest. Die zo, ja, dat is Klaas Busker, hè? Jij mannen voorzien, die ziet goed, maar druk voorzien. Nou, zonder flauwekul. Klaas heeft de naam kentering bedacht en die naam die is zo belangrijk geworden. Het is absoluut een kentering voor mij geweest om van Amsterdam hier naartoe te komen. Met paarden bezig te zijn, maar mijn leven is letterlijk omgekeerd. En het volgende nummer gaat dan ook over de paarden. Ik wil het jullie graag laten zien en laten horen.